Yo, mijn naam is Jay en welkom natuurlijk weer bij een nieuwe video van Call of Duty Modern Warfare Remastered. Vandaag gaan wij iets anders doen, want normaal doen wij Call of Duty Infinite Warfare op deze dag, maar ik had echt geen zin in Call of Duty Infinite Warfare. En het is al een hele lange tijd geleden dat ik Call of Duty Modern Warfare Remastered aan het spelen was. Maar ik ga nu elke woensdag ga ik gewoon iets randoms doen, of het wordt Call of Duty Infinite Warfare of het wordt Call of Duty Modern Warfare Remastered. Wanneer Call of Duty World War 2 uitkomt, ga ik denk ik geen Call of Duty Infinite Warfare meer uploaden. Echt, World War 2 en ik denk ook nog wel voor Modern Warfare Remastered, want dat is ook nog een hele leuke game. Maar wat we vandaag gaan doen is proppend. Nou, wat proppend inhoudt. Dan heb jij een team. Dat is proppend. Dan heb je een game mode met 4 rondes. En dan ga jij zeg maar... Heb jij je team props? En de props die hebben 30 seconden om zeg maar te verstoppen. Nou, ze kunnen nog verstoppen, maar dan gaan die, wordt het andere team komt vrij en die kunnen dan gaan lopen met hun wapens. En dan moeten ze op de props schieten. En de props, je kan 2 keer veranderen en jij kan iemand flashen. En dan moet je op een goede plek staan. Dus bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld van een prop. Je kan een auto zijn, een matras, een kassa, van alles. Een stopbord, een lantaarnpaal. Echt gewoon van alles. Je kan een heel klein ding zijn. Hoe kleiner de obstakel, hoe moeilijker het is om je te vinden. Dus ja, en dan heb je het andere team. Die moet alle props gaan vinden. En ja, dan is er een tijdlimit. En als binnen die tijd, als ze nog... Moeten ze alle props hebben uitgeschakeld. Anders niet, helaas, pindakaas. Maar ja, dan zie ik jullie zometeen in het potje. Ik ga natuurlijk een potje vinden. Waar niet een gameplay potje. Echt, dat hebben we begonnen. En dan zie ik jullie zometeen. We zijn natuurlijk in het potje gekomen. Dit is gelukkig geen gameplay potje. En wij moeten de props dan winnen. Er zijn 4 props. Dus ja. Maar de support op de stream vandaag was echt super... Nou, vandaag. Eigenlijk gisteren. Want ik ga deze video woensdag online zetten. De support op deze video... Ik bedoel, op deze livestream... Oh my god, joh. Op deze livestream was echt amazing... De livestream vond ik zelf ook heel erg leuk met Orlando, die er iets later bij kwam. Het verschil, we hebben echt fun gehad. Maar ja, we gaan zoeken. En ik ben in het zoeken, ben ik echt heel slecht in props zoeken. Dus ja. Ja, als je mij als zoeker als prop wilt, ik zal maar als iemand anders gaan. Oh, nu zijn het er opeens 5. Wacht eens, ik zag maar een prop bewegen. Oké, wij gaan proberen om dit te winnen. Deze. Ja, ik wist het wel, jongen. Daar zit iemand. Echt gewoon op heel veel schieten. Gewoon echt op zoveel mogelijk dingen schieten. Volgens mij zag ik er net eentje bewegen. Oh my god. Vieze klootzak, jongen. Hij zat gewoon achter mij. Oh my god, jongen. Klojootje. Hé, hey, ik heb er eentje. Hé. Hey. 4 props hebben we nog. En je krijgt er geen held meer bij als je bent geraakt. Dus ja, je moet echt gaan oppassen. Je moet ook echt oppassen. Ik zag net iets bewegen. Oh, let eens... Ja, dat kan het sowieso niet zijn. Ik haat dan zelf om een auto te zijn. Dat is dan heel groot obstakel. Obstakel. En je gaat altijd voor de auto's als je die ziet. En dan moet je weer vaker Call of Duty Modern Warfare Remastered gaan uploaden. Ik ga eens een keer een straw poll maken. Zo noem je dat, ja? Om te gaan voten wat voor games ik echt het meeste moet gaan spelen. Gewoon. Wat je echt voor mij wilt zien. Ik ga een... Wat je het meeste dan wilt zien. Het meeste. Ga ik een straw poll van maken. Dat wil je het meeste wilt zien. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of ik dat ga maken.
Ik weet niet wat mensen mijn content, wat ik het beste kon, wat het leukste game is, wat ze het vooral meeste kijken. Dat weet ik niet, daar let ik ook niet zoveel op, maar ik ben gewoon benieuwd. Fuck, we zijn het aan het verliezen, ik ben alleen maar aan het kletsen. Damn it. En je krijgt er trouwens ook ammo bij als je hier rechtsonder ziet. Je ammo vult gewoon op, dus je raakt nooit out of ammo. Dus dat is wel chill. Want je moet... Ja, fuck. Ik denk dat we dit zo wat gaan verliezen. Ho, ho! Ho, what the fuck, jongen? Come here, you bastard. Ik ben hem kwijt. Damn it. Wow, mooie plek. GG. Dus zijn wij de props en wij... En tip, ga niet meteen van profferen. Oh my god, hij is een fucking boom. Good luck, mate. Wat is een mooie plek. Weet je, daar op het dak wel dan. Dat is wel zo wat de beste plek. Ach. Doen we even lock. Kunnen wij om ons heen kijken. Oh, ik ben echt zo bang dat iemand zo... Dus kijken hoor. Als je lock bent, dan moet je even kijken. Is hij wel goed? Is het wel goed detailed? Ik ben echt zo bang dat iemand zo daar op die brug staat. En dan zo van, hallo... De lul, dan kan ik een flesje, maar dan krijg ik mijn helft er niet meer bij. Oh, dit ziet er fucking opvallend uit. Ik weet niet. Ik heb het al eens een keer 2 keer overleefd met proppen. Hoe, ik zie daar iemand. Echt, dat is altijd spannend, daarom vind ik proppen zo leuk. Nee. Are you freaking kidding me? Ja. Fuck, 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 fuck. Ja, shit. Zou ik dit maar gewoon skippen? Kan. Ja, shit. Oh my god, ik dacht al, dat is gewoon echt zo opvallend. Ja, fuck, ik skip dit gewoon even. Dan zie ik jullie zo meteen. Echt dikke fout. We zijn er weer. Oh my god. We moeten echt beter ons best gaan doen. Oh, oké. Okay. Ik let er geen eens op. Echt, het is zo vervelend dat hij stopt met rennen dan. Oh, what the fuck?
Dat is toch echt zo opvallend, hè? Dat je zo'n boom rond de map ziet rondzwingen. Ik weet niet of ik daar sowieso nu aan het zitten ergens is. Maar dat is echt was echt fucking opvallend, jongen. Wat is hier niet? Wat was hier niet? Waar de fuck is hij nou? We gaan even around the back. Hé, what the fuck? Ik ga gewoon overal op schieten wat ik kan wat ik zie. Hey. What the fuck? Oh, what the Boom, bitch. Get out the way. 2 kills hebben wij. Oh, wow. Ik heb echt de weinigste punten. We hebben echt allemaal 2400. Ik dacht al, ik zag daar niet springen. Ik zat daar zo'n soort van doos springen. Wat de fuck is er gebeurd? Nog 1 prop, kom op jongens! Damn it! Are you fucking kidding me? Hij zat gewoon daar. Nou, was dat niet? Nee, dat was niet bij mij in de buurt. Oké, okay, switching sides. Wat ben ik? Ik kan het niet zien. Ben ik nou die prullenbak? Nee toch? Nee, ik ben weer zo'n klein dingetje, hè? Nou, wij gaan even naar een andere plek. Fuck in 13 zone. Shit, ik moet maar beter snel een plek gaan winnen. No! Fuck, fuck. Holy fuck. Dit is echt zo opvallend, hè. Hopelijk is er niemand hier bij mij in de buurt. We moeten dit voor nu echt 2 minuten en 53 seconden. Oh, fuck. The fuck? Oh my god. Ik wou dat je hier op kon staan. Dat zou echt zo perfect zijn, jongen. Het is gewoon echt kut. Dus ja, de wisseling, die moeten we fluiten. Anders is het natuurlijk heel moeilijk. Dan weten ze niet waar we zijn. Fuck, nee. Dit is echt heel opvallend. Shit.
Oh nee. Goed focussen of ze niet hierheen komen. Oh nice, die is weg. Fuck jou! Fuck, we moeten nog voor 1 minuut en 15 seconden overleven. Oh fuck, joh! We kunnen nu niet meer veranderen. En we kunnen ook niet meer. Oh, we kunnen nog wel flashen al één keer. Kom op, we moeten dit winnen. We hebben nog 3 props left. En ik wil het overleven. Hij, oh my god, hij zit daar gewoon te klut. Het is echt. Vijfendertig seconden. Oké, okay, het laatste fluitje. Maar we hebben dit nu sowieso wel denk ik gewonnen. Oh, what the fuck, jongen. Echt, ik zweer het je. Als hij naar jou gaat kijken, hè, dan moet jij al gewoon wegrennen. The fuck is dit? Wat zijn zo'n prullenbak of zo? Of zit hij naar achteren? Ja, als je een vuilniszak bent, dat is wel echt hoe kleiner, hoe minder opvallend. Maar de mijne was op zich wel echt opvallend. Jammer. Jammer dit. Maar ja, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog als je dit leuk vond. En ik zeg natuurlijk, laters.